Als je een gat graaft en alles maar door blijft graven, kom je in Australië uit, hebben ze me ooit verteld. Ik ben wel eens begonnen, maar heb het nooit afgemaakt. Maar als ik dat wel had gedaan, was ik niet in Australië uitgekomen, maar in dit stuk zee, onder Nieuw-Zeeland. Voor het dichtstbijzijnde land, de Antipodes Islands, moet ik dan nog 607 kilometer zwemmen. Antipoden, dat zijn de mensen die precies aan de andere kant van de aarde wonen, maar deze eilanden zijn onbewoond. En als ik daar dan weer zou gaan graven, kom ik uit in Gatteville-Lafarge, aan de Franse kust bij Cherbourg. Is het eigenlijk normaal dat je na het graven van een tunnel ook nog zo ver moet zwemmen? Eigenlijk wel, is te zien op deze handige antipodenkaart. Hierop kun je zien waar je uitkomt als je een tunnel dwars door de aarde graaft, meestal in zee. Eigenlijk kun je alleen van Zuid-Amerika naar Azië graven en van Portugal en Spanje naar Nieuw-Zeeland, of de andere kant op. Verder lijken de continenten wel zo neergelegd dat tunnels door de aarde zoveel mogelijk ontmoedigd worden. Maar stel, je graaft er toch een. Wel een beetje stevig, want binnen in de aarde wordt het wel 5400 graden en de druk loopt op tot 3,6 miljoen atmosfeer. Maar als je dan klaar bent, dan spring je er gewoon in. Terwijl je steeds sneller naar beneden valt, wordt de zwaartekracht steeds zwakker, omdat je steeds minder aarde onder je voeten hebt. En na 6371 kilometer vallen passeer je het middelpunt van de aarde met 29.000 kilometer per uur. Precies genoeg om door te schieten. En na 42 minuten vallen aan de andere kant net het randje van de tunnel te kunnen grijpen. Maar dan moet je de tunnel wel vacuümzuigen en een ruimtepak dragen. Anders remt de lucht je af en haal je de rand niet. Dan val je weer terug en terug en terug en blijf je uiteindelijk hangen in het middelpunt van de aarde.